Ja, wat heeft hij bij u? Ik heb een schilderij bij me. En een horloge en een ketting. Ach, nou, de experts zitten er klaar voor. Dus, ja, we gaan kijken wat ze ervan zeggen. Het is bijna een soort beeldhouwwerk wat u meegenomen heeft. Het is natuurlijk een armband, hè? Ja. Hebt u die ooit zelf gekocht of een keer gekregen? Nee, ik heb 53 jaar geleden heb ik hem van mijn peetoom gekregen. Toen was ik 10 jaar. Zo. En hij zei, ik geef jou een speciaal cadeau omdat je 10 jaar bent en het is van een kunstenaar. En ik vond hem ook niet zo mooi toen, hoor. Nee? Nee. Ik heb hem heel lang niet gedragen en veel later vond ik hem pas mooi. Ja, ja, ik vind het zelf een hele leuke stijl. Het heeft iets robuust, iets heel stoers. Hij is ook keurig gesigneerd aan de achterkant met een meesterteken. Het is Menno Meijer. Menno Meijer die was ook echt bekend om groot autonoom werk, groot vrijstaande beelden en sieraden. Dus hij werkte en heel groot en heel klein. Dat is natuurlijk altijd ook heel interessant, want de mensen kijken vaak op een hele andere manier naar sieraden dan echt sieradenontwerpers doen. Ja, echt een heel mooi stuk. Ik denk dat het ergens uit de jaren 70 komt. En deze band is dan gemaakt in messing of brons, maar ik denk messing. En ja, wat ik ook mooi eraan vind, dat je dus echt ziet hoe die gemaakt is. Je ziet een beetje de hamerslag erin, je ziet die oxidatie erin. Het is allemaal een beetje grof, maar dat past ook wel een beetje bij de stijl. Het is super functioneel en ja, het past ook nu weer helemaal bij de tijd. Dus ik snap ook helemaal dat je nu weer draagt. De prijzen liggen niet heel erg hoog voor deze sieraden. Hij had best wel een grote productie. Er werd veel sieraden gemaakt. Ik denk als we nu bij een galerie of bij een antiquaire ziet dat hij rond €250 kost. Leuk. Ja. Ik ga hem nu met nog meer plezier dragen. Weet je? Kijk, nou ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Dat hoor ik graag. Heeft u toevallig in Groningen gestudeerd? Nee, ik heb niet in Groningen gestudeerd. Nee? Nee. Want de meeste mensen die hier komen met een tegel met een olifant erop, die hebben in Groningen gestudeerd. En als je daar lid werd van Vindicat, de studentenvereniging, dan was het idee dat je een tegel met een olifant erop moest schenken aan de vereniging. En dan kreeg je in ruil een fust met bier die je met je vrienden op mocht drinken. Oh, bijzonder. Ja. En daarom zijn het ook bijzonder gewilde tegels. Want de studenten zelf kopen ze. Maar later, als je afgestudeerd bent, als herinnering daarvoor wil je ook weer vaak een tegel. Dus de olifantentegels behoren tot de meest gewilde tegels die er zijn. Oh. Okay. Ja, ik heb hem geruild voor een blauwe tegel met een wandelaar erop. En ik vond dit een hele mooie tegel. Dat vond ik eigenlijk wel een goede ruil. Ja. Ik denk ook dat het een hele goede ruil was. Ja. Ik vind hem ook bijzonder mooi. En hij is ook echt heel bijzonder zeldzaam. Meestal zijn deze tegels met olifanten namelijk blauw-wit. Ja. En hier zit deze leliehoek in de hoeken. En die leliehoek met dat kleine beetje kleur maakt het heel bijzonder en levendig en mooi. Bijna, ja, misschien zelfs bijna een beetje als moderne kunst. En de tegels met deze hoeken, die hebben over het algemeen bloemen erbij in het midden. Of vogels. En heel enkele keer komt er maar een blauw dier in combinatie met deze hoek. De tegel stamt uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Ja. En ik zou hem dan willen schatten op €800. Oh, mooi. Ja. Ja, dat is een mooi bedrag. Ja. Mevrouw, dat is een boekje. Dat is duidelijk te zien. Ja. Ja, maar het belooft al iets. Ja, het is, de kaft is niet in goede staat. Het valt uit elkaar. Waar de papiertjes zitten, zitten mooie prentjes. Mooie prentjes. Dus het is een heel verhaal eigenlijk over de god Wisnu. Prachtig geschilderd. Ja. Het is gemaakt in Kashmir ongeveer 1800. Okay. Net om 1800. Om 1800. Kijk, dat is even. Kijk, dat is nou leuk. Deze is wel heel bijzonder, omdat hij natuurlijk een olifantgezicht heeft. Dat is de god Ganesha. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een heel leuk verhaal. Parvati zegt tegen de zon, kijk eens wat een mooi kind. Hè? En dan zegt de zon, nee, ik kijk niet, want als ik kijk, dan verbrandt zijn hoofd. Dus, nou nee, mijn man is zo machtig. En dan laat hij het zien. Dat is natuurlijk trots op het kind. En dan, vloep, weghoofd. Nou, alle goden in paniek natuurlijk. Hè? Want, ja, wat doe je dan? Nou ja, dan komen ze tot het besluit dat het eerste wezen wat langskomt, dat hoofd krijgt hij. En het is een olifant. Oké, ja. Nou, dan heeft hij nog geluk gehad misschien. Hè? Want iedereen vindt olifantjes leuk natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dat had een heel ander beest kunnen zijn. Dat een slang kunnen zijn of iets. Ja.
Kijk, dit is dus Devanagari-schrift, dat is dus het India's schrift. Ik ga niet voorlezen. Ja, nou, het probleem is met zulke boekjes, die zijn zeldzaam aan het worden, omdat, wat doet men? Men haalt dit eruit. De mooie prentjes. Ja. En die worden dan in een lijstje gezet. Dan zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatjes. Dat is 7 maal 300 euro. Oké. Okay. Zo. Dus dat is heel wat zakgeld. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus beter niet doen. Niet uitscheuren. Beter niet. Alsjeblieft niet, nee. Ja, precies. Ja. Bent u een schaker? Nee, ben ik niet. Nee. Ik ook niet. Marcel, wil jij een schaker? Ook niet. Ook niet. Nou, daar hebben we mooi 3 niet-schakers aan tafel. Ja. Toch heeft u een heel mooi schaakspel. Klopt. Ja. Ja. Hoe is het in uw bezit gekomen? Het is via mijn vader. Mm-hmm. Die werkte in Duitsland. En wij woonden daar ook. En toen hij 40 jaar in dienst was, toen heeft hij dit gekregen. Oh, wat bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Ik zie wel dat het spel gebruikt is. Dat klopt. Was uw vader een schaker? Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders hebben het jaren in huis gehad. Toen was mijn moeder eigenlijk een beetje klaar mee. En die zei van, het is zo'n groot stuk in huis. Ja. En ze gingen verhuizen naar een kleiner appartement. En toen heeft hij ook jaren bij ons in de woonkamer gestaan. Ja, toen kwamen de kleinkinderen. Die gingen ermee spelen. En dachten wij, ja, waarom niet? Maakt het ook uit. Ja. En die hebben met veel plezier mee gespeeld. Nou, ik ga het even vragen hoor, benieuwd. Maakt het wat uit? Ach ja, kijk, een schaakspel moet je natuurlijk ook gebruiken. Je moet ermee schaken. En de schade zit hem meer in de krassen op het bord dan dat de stukken zelf van schade voorzien zijn. Ik bedoel, dat ziet er allemaal nog heel mooi uit. Ja. Het is zeer kunstzinnig gemaakt. Wie is de maker, weet je dat? De maker is Paul Wunderlich. En dat is een kunstenaar, een Duitse kunstenaar, die toch wel iets heeft betekend. Hij was zelf ook professor in Hamburg aan de kunsthoogschule. En ja, je ziet dat hij ook beïnvloed is door het surrealisme. Ja, maar door wie liet hij zich beïnvloeden daarin, denk je? Ja, dat is Salvador Dalí. Eerder gezegd is dat ook in dit schaakspel goed te zien. Ik bedoel, de wat uit proportie getrokken dier- en mensfiguren. Mm-hmm. De olifant op de lange steltpoten. Ja, goed, dat is wat vergelijkbaar met deze koning op die ene lange steltpoot. Ja, het bord is natuurlijk ook opvallend. Het is niet een plat bord wat ik ken van het schaakspel. Nee, het gaat een beetje in tegen alle conventies eigenlijk. Hè? Wij herkennen natuurlijk in één zo'n sculptuur niet een koning, maar doordat hij op die plek staat, is het de koning. Ja. De koningin geldt hetzelfde voor en de rest van de stukken idem dito. En het schaakbord is niet een doorsnee schaakbord van nog geen centimeter hoog. Nee, het is eigenlijk een schaakbord dat uit kubussen bestaat die aan elkaar zijn gevormd. Ja. Ieder stuk is ook trouwens afzonderlijk gesigneerd met een meegegoten signatuur aan de onderzijde. Je ziet bovenin staan een ingegoten signatuur van hem. En een nummering 450. Mm-hmm. Overal staat 450. Ja, ja, ja. Van een editie van 1500. Hij heeft 1500 laten gieten. Wat is het materiaal? Het materiaal is brons. Is brons, dus het is inderdaad gegoten. Het is gegoten, ja. Absoluut. Ja. Dus eigenlijk kijk je natuurlijk ondertussen ook niet alleen naar een schaakzet, maar ook naar sculptuur. Ja. Op een sokkel. Ja. Maar als ik dan hoor 1500 exemplaren, dat neigt wel naar wat commercialiteit. Ja, kijk, nou zijn wij geen schakers hier aan tafel. Nee. Maar de wereld zit vol met schakers. En ja, dat is een sport waar ook veel in verzameld wordt. Wat moet een verzamelaar hiervoor betalen? De waarde hiervan is 4.500 euro. Oké. Okay. Nou, mooi. Leuke vakantie, maar dat weten we nog niet.